Afgelopen maandag vertrok de juniorenselectie Lange Baan naar Salt Lake City. Daar maken de junioren zich op voor de World Cup Final en het WK. Tijdens de laatste groepstraining in Tialf vertelde bondscoach Jetske Wiersma hoopvol te zijn over de vorm van haar 10 atleten. We hebben natuurlijk een NK gehad een paar weken terug. En daar zijn natuurlijk wel goede tijden gereden al. En daaraan kan je zien dat de meesten in vorm zijn. Dus ik ga met jongens en meiden in vorm richting Salt Lake. Toch moet de echte vormpiek er pas een week later zijn. Want op het WK hopen de junioren op hun best te zijn. We zullen daar ook niet alle afstanden volle bak gaan rijden. Want dan wordt het gewoon veel te veel. Het is een belangrijk testmoment voor de team pursuit. Die we daar voor het eerst dit jaar eigenlijk in een wedstrijdvorm rijden. Dus zo zien we inderdaad dat weekend. Zo gaan we hem ook echt in. Om daar dan de laatste puntje op de i te zetten. En vervolgens helemaal scherp te stellen richting het WK. Bij de dames zijn medaillekansen op alle afstanden groot. Jutta Leerdam, Joy Beune, Elisa Dul, Femke Beuling en Marijke Groenewoud zijn allemaal kansrijk voor een medaille op de verschillende individuele afstanden, maar ook op de teamonderdelen. Klopt, we kunnen inderdaad op elke afstand mee gaan doen. Dus we zullen elke afstand opnieuw goede focus moeten hebben. En uiteindelijk komt daar dan ook een allround klassement uit. Ja. En bij de heren, hoe kijk je daar tegenaan? Bij de heren zal het iets lastiger zijn om echt mee te gaan doen bij de top 3. Ze zijn ook gewoon internationaal, is de concurrentie hoog. Maar dat neemt niet weg dat we daar ook gewoon zullen strijden voor in ieder geval goede races te rijden. Een van die vijf heren is Tjerk de Boer. Hij kampte begin dit seizoen met de ziekte van Fiver, maar hij is nu op de goede weg terug. Ik had net gezegd, ik ben nog een beetje herstellende van Fiver. Dus het wordt echt even afwachten hoe het gaat en hoe ik er fysiek voor sta. Dus het is echt kijken hoe het gaat. De Boer combineert het shorttrack met het lange baan schaatsen. Dat het WK dit jaar in Salt Lake City is, speelde een belangrijke rol in zijn keuze voor de lange baan. De focus lag dit jaar wel iets meer op lange baan. Zeker omdat het laatste jaar junior het WK is gewoon op zo'n mooie plek. Dus ik had heel graag daar nog met een heel mooi resultaat willen afsluiten. Dan naar Jutta Leerdam en Joy Beune, de nummers 1 en 2 van het WK van een jaar geleden. Ook dit jaar regen zij de medailles aan een. Dit WK wordt hun laatste kampioenschap bij de junioren en hun hoofddoel is duidelijk. Goud op de individuele afstanden en het allround klassement. Je geeft elkaar motivatie om harder te trainen, omdat we toch wel allebei de beste willen zijn. Dus. Hoe geldt dat voor jou? Ja, ik denk dat we elkaar wel een beetje naar een hoger niveau tillen, omdat we natuurlijk elke keer of Joy of ik, dus dat is wel mooi, die concurrentiestrijd vind ik zelf. Maar ja, het wordt zeker spannend denk ik, dus ik denk dat het geen WK is, maar dat het een Utah tegen Joy toernooi wordt. En wie gaat er winnen? Ik.